Zo, een goedenavond. Zooi aan de kant gooien. Hallo allemaal. Ik hoop dat iedereen het kan vinden, dat ik het allemaal goed gedaan heb. Langzaam zie ik wat mensen erbij komen. Nou, gezellig dat jullie allemaal komen kijken vanavond. Ik ga vanavond aan jullie de Just Lou Butterfly lijn laten zien van Studio Light. Die pas is uitgekomen. Of die pas is uitgekomen, die nog uit moet komen. Die ligt vanaf deze week in de winkels. En nou, ik had de eer om er al wat mooie werkjes mee te mogen maken. Ik ga er een aantal vanavond aan jullie laten zien. Maar ik ga natuurlijk eerst alle producten laten zien aan jullie. En daarna eventjes kijken hoeveel de tijd nog toelaat om nog het een en ander misschien te gaan maken met jullie. In de hoop dat jullie ook denken van, goh, mooi. Deze lijn die, van Louise Withers met de mooie butterfly ja, stempels zit erin, stansen zit erin, die-cuts, rijspapier, designpapier, van alles en nog wat. Ik ga jullie alles laten zien zometeen. En nou ja, waarom gaan we eigenlijk niet gewoon lekker beginnen? Want een uur is zo voorbij, zeker als je zoveel mooie dingen mag laten zien. Dus laten we beginnen met het designpapier. Dat heb ik hier aan de zijkant van mij liggen. Er zijn vier verschillende vellen met acht verschillende designs, want de papieren die zijn dubbelzijdig. En dan moet ik even, ik ga er heel eventjes bij staan, want dan kan ik beter op mijn camera kijken. Zo, als eerste is dit vel er. Met ja, prachtige aardetinten eigenlijk. En een mooi ja, rechtlijnig patroon erin. Dit papier, ik heb nog één velletje van, heb ik zelf al graag gebruikt. Ja, er komen nog steeds mensen bij, dat is mooi. Dat, en nou, aan de andere kant van dit papier, dat is het handige hiervan, heb je een ander design op je vel. Hier met lichte ruitjes. Perfect papier dit voor art journalen, voor planners, voor nou ja, kaarten natuurlijk niet te vergeten. Heel veel van jullie maken graag kaarten. En nou, ik vind het echt prachtig. Dit is wel echt mijn favoriet, moet ik heel eerlijk zeggen, deze kant. Maar het is ook super handig als je bezig bent dat je natuurlijk aan de andere kant ook een kleur hebt. Waardoor je dus niet... ja, soms bij sommige dubbelzijdige werkjes kan dat heel handig zijn. Hè? Dat je toch ook een velletje aan de achterkant hebt. Dan hebben we deze met de prachtige plantjes erop. Hele mooie groene tinten. Hier met in de achtergrond wat, wat tekst verwerkt. Prachtig achtergrondpapier. Voor, om een mooi boekje van te maken. Of om een art journal bladzijde uit te snijden. Ja, noem maar op. Je kunt er zoveel mee verzinnen. Dat, er zijn sommige van jullie zelfs nog handiger in als ik. En de achterkant, hoei, hier word ik zo blij van. Ik hou altijd van die houtstructuren. En dit, ik vind dit zo mooi. Dat, dit kan je voor zoveel dingen gebruiken. Dat, ik word daar zo blij van. Het is ook echt, doordat je hier ook die hele fijne details erin hebt. Ik weet niet of je het goed kunt zien, even zo. Ja. Zie, lijkt het echt. Dit is echt een prachtig vel. Heel vrolijk word ik daarvan. Dan deze. Die hebben jullie waarschijnlijk al veelvuldig voorbij zien komen in de mooie boekjes die er al gemaakt zijn. Door onder andere Anneke. Die heeft echt een heel mooi boekje gemaakt. Ik ga jullie straks ook een beetje iets van het boekje laten zien. Maar mijn boekje is echt zo mooi niet als die van Anneke hoor. Dat, dit vel.
Is daar prachtig geschikt voor om dat uit te stansen. Dan heb je gelijk. Nou, je bent gelijk klaar. Je hebt gelijk een prachtige voorkant. Je hoeft er niks meer aan te doen. En de achterkant is weer wat neutraler. Maar toch heel mooi grungy eigenlijk ook. Hè? En je zult zien dat de hele lijn eigenlijk een beetje van die oranjeachtige aardetint heeft. Net zoals de felle papier die ik je nu heb laten zien. En dan de laatste, die vond ik ook super cool. Die heb ik voor mijn boekje gebruikt onder andere ook. Dat is deze met die, met al die driehoeken erin en al die, ja, al die mooie vormen. Ik vind deze ook echt prachtig samen met het hout en met die andere, met die vierkanten. En hiervan is dan ook de achterkant, de achtergrond weer neutraler. Dus hè, stel je voor dat je hier een boekje van maakt, je gebruikt dit als kaft. Ik zou hem verstevigen dat terzijde, maar of als een pagina, dat je zegt van joh, op de ene kant van de pagina heb ik deze en op de andere kant heb ik deze. Dan heb je hier dus een hele mooie rustige pagina en dan kan je het dus gelijk vanzelf afwisselen. Ik hou hier echt ontzettend van. Ik vind dit echt prachtig. En je kunt straks, als ik mijn boekje laat zien, zien hoe dat een beetje is geworden. Dan is er rijstpapier. Nou, rijstpapier, dat is altijd met mooie designs erop. Zoals deze. Met teksten erop. Met nou ja, toch een redelijk neutrale achtergrond. En daar kun je natuurlijk gedeeltes uit gebruiken. Dat heb ik hier bijvoorbeeld op deze kaart gedaan. Dat paste allemaal niet helemaal bij elkaar. Dus omdat ik het niet op dit blaadje kreeg. Dus daar heb ik stukken uitgehaald. Dat weer samengesmeerd. Tot één geheel. Daarvan heb je deze. Ik zal de nummers misschien even opnoemen voor jullie. Als jullie wat zien dat je het gelijk op kunt schrijven. Dat is misschien ook wel handig. Dat is de Rice JL van Just Lou nummer 22. Dat is dus deze met die twee mooie vlinders erop en de bloemetjes. Dan gaat die naar links. En dan komt van rechts de volgende. Met hierboven, nou ja, de hele levenscyclus van de vlinder. Tot en met een toepasselijke tekst erbij. Een mooi takje wat je weer kunt gebruiken. Deze prachtige vlinders. Waarvan het super handig is dat je een grote en een kleine van hetzelfde formaat hebt. Ook heel prettig, dit stukje papier. Maar ik vind alle papiertjes zo mooi. Ik weet niet of jullie daar ook een probleem mee hebben, maar ik wel. Dan hebben we deze. Daar heb ik net een klein beetje iets van laten zien. Alleen, die ligt hier. Zoals jullie zien paste dit niet hoe ik het wilde hebben. Dus heb ik het zelf wat anders geplakt door die elementjes er gewoon uit te halen. En als je dat flink op elkaar plakt, dan zie je dat dus ook niet meer. Want ik wilde per se deze tekst. Deze tekst, die vond ik zelf super geschikt voor wat ik wilde maken. Dus het spreekt mij ook aan. Dus die heb ik erop gedaan. En dan, nou ja, zo kun je dus ook kleine stukjes uit het rijstpapier gebruiken. Maar je hebt dus ook van die velle rijstpapier, zoals bijvoorbeeld deze die er komt. En dat is de nummer JL20. Nou, die is af. Nu hoef je niks meer aan te doen. Je kunt die in één keer als kaft op een journal of op een hele grote kaart, een art journal pagina. Nou, ik zou zeggen, klaar is Kees, Secret Garden. En je bent er zo, je bent er zo doorheen. Echt een prachtig papier dit. Ik moest ook denken, ik heb toen de bioscopen nog open waren. Ik ben natuurlijk die titel weer vergeten, want daar ben ik super slecht in. Maar ook een film gezien met kinderen die zo'n geheime tuin hadden gevonden. Dat was best een grappige film. Dan moest ik even aan denken toen ik dat fotootje zo zag met, met dat doorkijkje naar die tuin. Nou, het volgende vel is dan de JL21. Die is dan weer met die mooiere groentinten waar je dus ook net het designpapier van had. Dus alles past zoals we gewend zijn van Studio Light ook wel. Alles past weer bij elkaar. En nou, hier heb je bijvoorbeeld die mooie bloemen. Die zou je er ook uit kunnen halen om weer in een bloemenwerkje te doen. Of bovenin de tekst. Alle stukjes kun je ook los van elkaar gebruiken. Nou, en de laatste. Dat is dan deze. Waar drie mooie vlinders op staan. En hier deze bloemen die ook super goed
langs een journal randje kunt gebruiken. Of op een mixed media. Hoef je nog niet eens al die vlinders te gebruiken. Maar alleen al dit. Ergens aan de rand van een art journal pagina. Nou, het is dat ik nog te weinig tijd had om er van alles mee te maken. Anders had ik het jullie allemaal willen laten zien. Maar zoals altijd gaat de tijd ook weer snel. En ja, daar zullen jullie ook wel eens tegenaan lopen. Ik vroeg laatst al aan iemand van, joh, kunnen jullie nou niet gewoon een blikje tijd gaan verkopen? dat zou toch mooi zijn? Nou, dan gaan we naar de stencils. Ook zo'n fan dingetje van mij. En daarvoor leek het me eigenlijk wel leuk, bedenk ik me nu, gewoon ter plekke, dat ik ook even een stukje van de stencils laat zien. Dus ik pak even wat papier hier. Dat heb ik hier toch liggen. Zo, opsakee. En dan... Oh, nou, doen we die. Die is net nieuw. Heb ik nog niet gebruikt, dus dat is gelijk leuk. Of zou ik toch... Ik heb geen roze... Ik neem toch maar even de vintage foto. Dat past net iets beter. Laten we dat gewoon eens eventjes uit gaan proberen. Die mooie stencils. Dan kunnen jullie gelijk zien hoe het wordt als je ze gebruikt. Hoepatee. Zo, die weg. Een klein beetje ruimte maken. De stempels, die laat ik zo meteen zien. Dus die gaan even bij de rest van de stempels. Dit die-cutboekje laat ik zo meteen nog aan jullie zien. Want ik wil natuurlijk niet dat mijn mooie reispapier vies gaat worden. Zo. En toen hadden we bijna niks meer liggen hier. Deze dan ook nog maar even aan de kant. En dan heb ik hier mijn papier. Dan gaan we de stencils gewoon even lekker uitproberen. Dat is wel leuk. Met een beetje... En ik gooi van alles op de grond. Een beetje distressoxide. En een... Zo. Als eerste heb ik deze. Dat is de... Iemand probeert hier de tv aan te zetten zonder dat het lukt. De Mask JL nummer 15. Daar zitten deze twee stencils in. En ik ga ze laten zien. Deze ook fijn zonder rand. Dat is altijd super handig. En deze hele grove. Dat is natuurlijk ook fijn. Ik vind deze, die vind ik echt mooi. Die... Kun je zo goed de pagina's ook met structuurpasta of met van alles en nog wat gebruiken. Maar laten we eens eventjes een klein stukje doen. Dan hoop ik dat dit een beetje een goede nat is. Dan krijgen jullie misschien gelijk een beetje een idee. En later maken we er wel weer wat mee. Zo. Kijk, super cool. Dan die grotere. Het is best wel onhandig dat ik daar nu een kleine dingetje, dabbertje voor gebruikt heb. Maar we gaan het gewoon doen. Ze zit natuurlijk weer op mijn hout te smeren. Dat is gewoon niet als je mij bent. Altijd troep maken. Zo. Nou, en hier kun je dus ook hele leuke elementen mee maken. Dus dit was stencil 15. Mask JL 15. Plakken we even terug. Schoonmaken, dat komt straks alweer. Daar heb ik nou lekker geen zin in. Dan mijn absoluut, absolute favoriet. Ik heb er eigenlijk twee. Dat is deze. Ik zal hem eerst even laten zien voordat ik hem helemaal uit elkaar trek. Ik wil gelijk aan gaan beginnen, zie je dat? En dit is nummer 16. Daar zitten deze twee leuke dingen in. Dit lijkt ook wel een soort kiezelsteentjespad. Hè? Als je dat, dan zou je zo'n weggetje ook mee kunnen maken. En deze lekkere psychedelische wormen. Die zijn ook trouwens, als je van kleuren houdt, heel leuk om een beetje te traceren en te kleuren. Wel een geduldwerkje, maar als die dan af is. En je hebt al die dingen verschillend gekleurd. Echt wel gaaf. Ik heb er nog geen tijd voor gehad, maar het eerste toen ik dat stencil zag, was dat eigenlijk wat er in mijn hoofd schoot. Ja,
Ja, de stempels. Ik zie sommige mensen al zeggen, ja, die stempels zijn fantastisch mooi. Ja, die komen zo, hè. Daar gaan we natuurlijk ook nog even mee aan de slag. Nou, kijk. Tadam. Super gaaf. Stipjes, cirkeltjes. Ik word er altijd heel vrolijk van. En dan deze. Doen we hier nog een stukje. Ik heb straks een hele collage aan allerlei verschillende soorten gestencilde dingen. Maar ja, weet je. Beetje verf erbij, stempeltje erop. En je hebt alweer wat leuks gemaakt. Kijk hoe gaaf. Moet je je voorstellen dat je hier dus allemaal verschillende kleuren in hebt. Ik word er al blij van. Nou, dat viel lekker uit elkaar. Dan hebben we hier, dat is de 14, nummer 14. Daarvan vind ik die bloemen dus super gaaf. En ik heb nou toevallig geen zwart, anders gingen we er nog even overheen. Even losmaken. Deze zijn eigenlijk, ik heb ze al zo vaak gebruikt dat het eigenlijk niet eens meer plakt. Maar het was voor de vorm heb ik het terug in de verpakking gestopt. Dat, ik heb er al zoveel mee uitgeprobeerd en gedaan dat het allemaal niet zoveel nut meer heeft om het nog in de verpakking te bewaren. Ik bewaar mijn stencils altijd ja, een beetje per soort in een plastic A5 bakje. Vind ik dan fijn. Meestal liggen dan bovenop degene die ik het meest gebruik. Kijk, en hier heb je dus eigenlijk een soort bloemen. En je kunt hem dus ook, als je zegt van nou, ik wil eigenlijk alleen één bloem hebben. Dan kies je er dus eentje. Deze bijvoorbeeld, die staat bijna in zijn geheel erop. Of hier deze. Dan doe je die hier bijvoorbeeld. Je kunt ook zo alleen dat kleine bloemetje doen. Dan kun je overal van die kleine bloemetjes plaatsen. Maar je kunt dus ook alleen de grote bloem doen. Zie? Hartstikke leuk. Dan deze. Ja, dat is een enorme spiraal. Ik ga een klein hoekje hier erop doen. Doen we hieronder. Ja, dat is leuk. Dit is een leuke... Ook deze, die schreeuwt voor mij om structuurpasta. Om mooie reliëfjes mee in je papier te maken. Het wordt wel een bruin verhaal zo eigenlijk, hè, op mijn blad. Ja, dat koos ik zelf. Zo. Kijk, een beetje slakkenhuisachtig. Super cool. Ik hou er heel erg van. Zeker op het moment dat je daar dus... nou ja, voor degene die mij al wat vaker... vaker online zien, die... ik zie Jen Carter vragen welke merk. Alle producten die ik laat zien nu zijn van Studio Light. Behalve dan de distressoxide. Dat is meer basismateriaal. Oh, deze die heb ik nog niet gebruikt. Die gaat er moeilijk af. En deze, dat is even een speciaaltje. Die laat ik zo zien. Die ga ik hier niet op maken, want dat heeft natuurlijk geen nut. Dat zien jullie zelf ook wel, deze halve vlinder. Maar daar is wel wat speciaals mee. En dat ga ik jullie zo laten zien. Nou, dan hebben we deze nog. Om dan het verhaal nog even compleet te maken. Kijk. Jullie zien ook wel dat ik er nu niet heel erg mijn best doe om het heel netjes te maken. Maar eigenlijk heb je zo toch al heel snel je blad vol leuke dingetjes. Dat, kijk, tadam, tadam. Super gaaf. En al deze stencils die kun je dus met structuurpasta, met van alles en nog wat gebruiken. Ik zie al iemand schrijven, die vlinder is echt groot. Ja, dat klopt. Ik heb hem namelijk hier voor me liggen. En die gaat dan in combinatie. Dan moet ik weer eventjes hier naar beneden. Hier. Want eigenlijk deze twee, ik zei, ik laat... heb ik het in beeld? Ja. Deze twee, die laat ik even samen zien. Want dit is een speciaal gevalletje. Deze stans, die bestaat uit drie onderdelen. Ik maak hem even los. Ik had het even vastgezet met een tapeje, want op een gegeven moment dan gaat het allemaal vallen. De buitenkant, dat is deze. Je kunt drie lagen dus gebruiken, hè, bij deze vlinder. Die kun je in drie elementen opplakken. Deze buitenste, dat is de grootste. Laat dat nou precies passen. Het lijkt bijna alsof ze erover nagedacht hebben bij Studio Light. Dat is natuurlijk ook zo. Laat dat stencil nou precies op die stans passen.
Dus wat ga je doen met deze prachtige set? Die moeten eigenlijk gewoon hand in hand, hè, met elkaar. Je trekt hem bijvoorbeeld om. Ik ben hier aan begonnen. Ik heb hem nog niet afgekregen. Helaas was mijn dag weer korter als ik hoopte. Maar je kunt hem omtrekken. En je kunt hem volkleuren. Je kunt hem uitstansen uit bijvoorbeeld hier een achtergrondvel wat ik ooit eens gemaakt heb met alcoholinkt. Die stans je uit. En die gaat er met structuurpasta overheen. Waardoor je dit prachtige ik zit te lezen en te praten tegelijk. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben, maar dat lukt mij niet altijd even goed. Maar met structuurpasta kun je hier dus ook super gaaf op een uitgestanst onderdeel. Stel, je hebt gewoon dit deel. Ik draai hem even om. En je kunt hier dus je stencil opleggen. Want dat past gewoon precies. Je strijkt hem af met structuurpasta. Of je gebruikt er nog inkt overheen. Of je maakt er nog met waterverf. Ik hou enorm van kliederen met waterverf. Dan kun je hem gebruiken. En hier heb ik hem dus omgetrokken met een... het ging ook niet overal even netjes. Omdat ik weer zat te klungelen. Maar... dat kleur je wel weer netjes, dus dat is ook niet zo heel erg. Maar lekker met kleurpotloden, met... ik zie die niet al roepen. Oh ja, met lightvast. Ja, inderdaad, deze die heb ik met lightvast ingekleurd. En met de lightvast van Derwent potloden. En stel je voor, hè, die hele vlinder is af. Echt wel mooi, als hoe die dan wordt. Ik had helaas geen tijd meer om het allemaal nog af te krijgen. Maar ik denk dat het idee... wel duidelijk is. Maar je kunt er ook, ik heb gezien dat Marije op de groep van Studio Light al echt heel erg veel verschillende voorbeelden had gemaakt met deze vlinder. Je kunt er ook een heleboel op elkaar maken. Stel je voor dat ik 10 van deze dingen heb. Nou, dan maak ik er een boekje van. Ik stop hier een lintje doorheen of een touwtje of een elastiekje of zo'n ringetje. Even kijken of ik die nog... Ja, die heb ik hier ook nog liggen. Bijvoorbeeld deze. Die, eigenlijk zijn het plannerringetjes. Maar ook daar, stel je voor dat je er hartstikke stapel hebt van deze dingen. Omdat je, net als ik, een beetje een probleem hebt met vlinders. Dan is dat natuurlijk super gaaf om deze ringetjes daar ook voor te gebruiken. Dan heb je een heleboel dezelfde vlinders. Kun je een nieuw boekje van maken. Hartstikke leuk. Met allerlei verschillende ideetjes. Je kunt met structuurpasta doen, met potlood, met inkt, met van alles en nog wat. Nou, als we dan toch aan de stansen begonnen zijn, dan ga ik de rest ook maar pakken. Deze voor de liefhebbers, stencil JL22. Dat is de stans die je moet hebben. Als ik te snel ga met laten zien, moeten jullie het zeggen. Maar er is zoveel om te laten zien dat ik wil ook graag nog wat maken. Dus, maar er was gevraagd, wil je alles laten zien? Dus ja, dat wil ik heel graag. Maar dan, ik heb het even in bakjes gedaan, omdat ik gelijk de stansjes erbij heb gedaan. Ik zet ze ook nog eens een keer op zijn kop. Hebben we deze, natuurlijk. Kijk, en dat gebeurt als je het nog in de verpakking wil laten zien. Nou, dan weten jullie het gelijk, deze is eigenwijs. Dit is de stencil JL nummer 20. Dat zijn super leuke randjes. Ga ik straks nog laten zien wat je daarmee kunt doen. Maar ik heb ze hier ook uitgestanst. Dan krijg je een beetje een idee. Dan dit hem. Even. Ik heb ze uit zwart gestanst. Nou, deze die zijn perfect om op je journalbladzijdes te gebruiken. Op je artpagina's, op je kaarten, op... Ja, bedenk het zelf. Je kunt ze overal super makkelijk opplakken. En dit was dus de 20. Die gaat weg. Die heb ik laten zien. En dan gaan we met deze verder. Want dit is de 21. En hier, van deze word ik zo blij. Deze is echt super gaaf. Ik heb iets met rondjes, jongens. Als er iets met rondjes tussen zit, dan vind ik dat echt heel leuk. Textjes. Happy, nou hup, op je kaart, achter een stempel,
als elementje deze, ja, ik denk dat het een tak is van een vlinderstruik. Dat zou wel zo toepasselijk zijn, van een sering. Dat, super gaaf. Dus dit was stencil nummer 21. En dan waren we er nog niet. Want dan hebben we deze vlinders. En de vlinders, dat is nummer 18. Ik ben goed op volgorde bezig. Dat hebben jullie al in de gaten, denk ik, hè? Ja, Dini, ik heb een probleem met rondjes. Dat, vooral rondjes die niet rond zijn, maar daar kom ik straks wel op. Deze vlinders, nummer 18, die hebben zowel een uitdrukrand. Ik heb alles in zwart gedaan, dat was misschien niet heel... Kijk, oh ja, daar zie je het. Een embosrand erin zitten en een stansrand. Ik heb de mijne alleen gestanst. Ik heb hem niet nog extra geëmbost, maar toch zie je die rillijnen er al goed in staan. Had allemaal nog veel mooier en dieper gekund als ik hem nog even met mijn matje door de machine had gehaald. Maar dat laat ik verder nog even aan jullie over, want ik kwam zover gewoon niet meer. Omdat ik heel graag alles wilde laten zien. En dan kan je van alles maar een beetje doen in plaats van één ding helemaal. Dat is dan de keuze. En dan hebben we deze vlinder nog met al die mooie kleine gaatjes erin. En die heeft dus ook zo'n mooie embosrand erin. En op de achterkant, mocht je nou twijfelen hoe dat er een beetje uit komt te zien, stel je voor dat je in de winkel staat, zie je ook op het plaatje die kleine zwarte lijntjes. Die je op de, ik hoop dat het een beetje te zien is, zo beeld. Zie je de kleine zwarte lijntjes erbij? Dat zijn dus de embosrandjes. En de andere gedeeltes, die gaan er gewoon uit. Nou, hopsakee, gaat die ook naar beneden. Ja, niet zo ver naar beneden, maar goed. En dan de laatste van deze stansen. Dat is een beetje wat bloemiger. Ook hartstikke mooi. Er zit bij deze grote bijvoorbeeld. Even kijken, dat ik hem er een beetje subtiel afhaal. Ook een mal bij waarmee je, waar je hem dus weer op kan plakken. Dus je kunt bijvoorbeeld deze bloem. Die is super cool. En stel je nou voor dat je hierachter dus die bloem even uitstanst. Uit jouw mooi gemaakte achtergrondpapier. Ik doe maar wat. Of uit het mooie achtergrondpapier van Just Do. Dan krijg je dus dit effect. Ik neem even deze voor de... Dan moet je de rest er even bij, zelf bij denken. Maar kijk hoe mooi dat is. Bijvoorbeeld met een achtergrond van alcoholinkt. Of een achtergrondpapiertje uit de Just Do collectie. Of je eigen zelfgestencelde kliederblaadje van daarnet. Want zelfs dat is leuk als je dat erachter doet. Daarom deze. Ik ben er super blij mee dat ik die heb mogen uitproberen. Want ik ga er echt nog leuke dingen mee maken. Er zitten ook van die hartjes in. Nou, hartjes die zijn altijd goed, hè, voor op kaarten, voor... Ja, voor van alles en nog wat. Inimini blaadjes. Altijd handig. En deze bloemetjes. Kijk, dat haakt natuurlijk altijd een beetje in elkaar. Ik hou hem hierboven, ik kan het beter zien. Ook heel leuk om te gebruiken. Een soort lelieachtig, hè, is het. En dan stopt deze weer eventjes hierop. Zo. Nou, dat waren eigenlijk de stansen. Ik zie heel veel gesprekken ontstaan in de chat. Dat is leuk. Ik ga even kijken of ik nog terug moet scrollen voor bepaalde vragen. Handige bakjes. Oh ja, dat zijn gewoon eigenlijk roemelbakjes. Daar stop ik eigenlijk altijd van alles en nog wat in. Ik vind ze inderdaad wel heel handig. Ik heb stapels van die dingen. Daar stop ik ook altijd mijn projecten in waar ik mee bezig ben. En een hartje. Ik dacht een blaadje, maar dat kan beide. Dus ja, toch. Dan pak ik hem nog een keer. Kijk, je kunt het zo inderdaad wel bedenken als blaadje. Ja, dat je hem er zo achter doet als, daar, als blad. Of zo als blad. Maar ik plak hem op iets roods en dan is het toch ook een hartje. Super handig. En waar laat ik nou dat binnenkant? Daar. Hij was zich aan het verstoppen voor mij. Dat mag niet. Nou, wat hebben we dan nog meer? Even kijken hoor. Zal ik... Nee, ik wacht nog even met die stempels. Ik ben veel te enthousiast over die stempels allemaal.
En nou had ik twee van deze dingen met chipboards. En ik heb ze net alle twee in mijn handen. Maar ik ben zo aan het schuiven en gooien met die spullen. En gooien, alles valt dan gewoon naar beneden. Dat ik nu even, kijk even twee tellen. Oh hier. Zo, daar zijn ze. Deze zit alleen ondersteboven in de verpakking. Maar dan doen we het gewoon zo. Ook leuk. Nou, voor wie de eerdere lijnen van Just Lou kent, zitten deze er altijd bij. Die echt super handig zijn, omdat je ze dus los kunt halen. Ik demonstreer het even. Het zijn dikkere tekstjes. Rats. Een beetje puzzelstukje. Denk aan een puzzelstukje als je wil weten hoe... hoe het werkt. En die kun je dus zo loshalen. Het is dus hard. Het is geen sticker. En je kunt deze dus overal opplakken op je werk. Daar waar je... En het leuke is dus dat ze dus wat naar boven komen. Met wat extra schaduw eronder heb je dat dus nog erger. Maar nu helemaal. Nu ga ik dat wel terug in het zakje stoppen. Want anders dan maak ik ze allemaal kwijt. Want ik heb geen bakjes meer. Dat is bijna goed gegaan. Weet je, dan maar even zo. Toeteroem. Ik heb zelf, gebruik zelf bijvoorbeeld ook heel vaak die zwarte hiervan, die dikkere. Maar ook die plaatjes, die zijn super handig om, om te gebruiken. Hupsakee. Nou, dan zullen we toch maar naar de stempels gaan, hè, want daar zitten een aantal van jullie echt wel op te wachten. Zo, nou, er zijn vier stempels uitgebracht. Namelijk deze. Stamp nummer 16, dat zijn bloemen. Ik probeer ondertussen even te kijken of ik, het in beeld leg, ook wel handig. Deze vlinder, dat is vlinder nummer 14. Ik vind deze zo mooi. En dan gaan we deze even openmaken, want ik heb alles al een keer gebruikt. Waardoor het... misschien wat minder goed zichtbaar is ondertussen. Als ik het nou zo doe, kijk. Deze. Ik heb de stempels eventjes in mijn hand. Met die, ik denk dat het een Phlox is. En de Libel. Plak ik het nu weer netjes op zijn plek. Zo. Tadaa. Dus die. Dit is dan stamp nummer JL15. En als laatste het nachtpauwoog. Meestal bij vlinders krijg je het dagpauwoog. Maar in dit geval kregen we het nachtpauwoog. Een hele grote vlinder. Een hele dikke vlinder. Kijk maar, daar is die. En deze is echt super gaaf om in te kleuren. Ook dat kan ik jullie laten zien. Want ik heb de stempels al gekleurd. Niet allemaal. Maar deze vlinder, die heb ik gekleurd met op kraftpapier. Met de lightfast potloden ben ik in beeld. Dus dat is deze, de nummer 14. Okay, ja. En ik heb het nachtpauwoog heb ik ook gekleurd. En dan mocht je denken van, nou ja, ik weet niet met die stempel. Zo'n nachtvlinder. Maar kijk wat een prachtige kleuren er eigenlijk in die originele nachtvlinder zitten. Echt een fantastische stempel om in te kleuren. Dus daarom moet je hem zeker niet laten liggen. Als je denkt nachtvlinders die zijn saai. Echt niet. Echt niet saai. Dan heb ik hier. Want ik was natuurlijk wel van plan om ze allemaal te gaan maken. Want ik wil namelijk dit boekje gaan maken. Vol met krafttekeningen van Just Lou. Deze bloemen. Die is ook gemaakt. En de Libel en de, ik denk een Phlox. Heb ik ook al gestempeld. En deze die komen zo meteen nog een keer terug. Want als laatste heb ik nog een die-cut boekje om te laten zien. Even goed terug op volgorde. Deze is stout. Die blijft niet liggen. Het die-cut boekje. Die heb ik hier nog liggen. Oh jongens, gaat die tijd hard. En nou, daarin zitten dus allemaal... Ik zal een klein beetje inzoomen, kunnen jullie het beter zien.
Hoop ik. Tam, 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 tam. Hoop ik niet dat mijn beeld helemaal wazig is, want dat wil nog wel eens gebeuren met inzoomen. Dat zien we zo gauw genoeg. In het die-cut-boekje zitten allemaal kant-en-klaar plaatjes die je eruit kunt halen, die je in een kaart kunt verwerken of weer in je art journal. Nou, ik ga het niet weer allemaal opnoemen. Ik heb hier helaas nog niks mee kunnen maken. Maar ik heb al wel hele mooie voorbeelden ook in het boekje gezien wat Anneke Voskou heeft gemaakt. En er was nog zo'n heel mooi boekje die ik al eerder voorbij zag schuiven. Ook met die zalmkleurig witte voorkant. Maar ik blader gewoon ondertussen even door. En voor de boekjes moeten jullie straks ook echt eventjes kijken. En voor de voorbeelden. Ik heb Dini, die heeft prachtige voorbeelden gemaakt. Die heb ik al voorbij zien komen. Met de stansjes van de vlinders. En ik blader ondertussen gewoon even hier door het boekje heen terwijl ik aan het kletsen ben. Om jullie een beetje te laten zien wat erin zit. Je ziet dus dat elk blad er twee keer in zit. Dat is heel handig, want ik heb trouwens wel wat gebruikt uit het boekje. Maar dat komt straks. Deze vlinders. Joepie. Altijd goed. Kant-en-klare plaatjes. Voor zeker als je even snel een kaart moet maken. Of echt een heel handig boekje. Om dingen mee te maken. En hier heb ik deze tekst. Die heb ik op een ArtJournal pagina gebruikt. Dat ga ik jullie zo meteen kijken. Daar komt die. Ik heb het zeker wel gebruikt. Nou, en dan zijn we er alweer bijna doorheen. Hier ook zo'n cirkel met dat houtnerf. Ik hou van houtnerf. Hier nog een nachtpauwoog in een iets andere vorm. En dat waren ze. Dus dit is het stansblok, het JL nummer 4. Ook super handig als je met deze lijn aan de slag gaat. En als laatste. Even kijken hoe ik dat kan pakken zonder dat het allemaal uit elkaar valt. Heb ik deze. En dan moet ik weer terug uitzoomen, want anders past het niet in beeld. Kom op, doe het. De boekjesstans, waar ik het net al over had. En die boekjesstans, vanaf wanneer leverbaar is, eind deze week. Officieel stond die geloof ik op de 26e of zo. Maar ik denk zo vanaf de 27e, 28e, eind deze week, kun je het in je favoriete winkel gaan vinden. Deze boekjesstans, nou, daar heb ik een beetje mee gerommeld. Want zo voelt het ondertussen wel. Ik heb zulke mooie boekjes voorbij zien komen. Jongens, laat mij maar kleuren. Maar, kijk, ik laat het principe van het boekje laat ik zien. En je kunt er namelijk ook prachtige kaarten mee maken. Wanneer je... eens even kijken, waar heb ik het? Deze gebruikt. Dat is van deze drie. Je ziet hier drie lagen. Eigenlijk zijn het twee lagen. Want met deze, die kartelrand... maak je hier, even kijken dat het allemaal een beetje in beeld is. Misschien kan ik hem een klein beetje laten zakken, dat ik kan zien. Zo. Nou zwamberen we een beetje heen en weer. Maar met de binnenste hier van de stansen, die kartelrand, die duw je er eigenlijk als het ware in als je die gaat stansen. Die snijdt niet uit, maar die maakt een reliëfje als rand in je... in je werk. En de andere twee, die stansen, die worden uitgestanst. Kun je daar dus een ontzettende gave kaart mee maken. Op het moment dat je die dus zo op elkaar plakt. En dan heb je eigenlijk al heel eenvoudig een hele mooie kaart. Nou, dat heeft al bijna niks meer nodig. Misschien een heel klein woordje hier. Of een stickertje of een... En je bent al klaar. Stempeltje, kleuren, boekjesstans en dan dit boekje. Ik ga kort laten zien hoe je deze in elkaar kunt zetten. Ik heb daarvoor de onderdelen een aantal keer uitgestanst. Ik heb een hele harde kaft gemaakt, zoals je hoort. Het komt omdat ik deze, die buitenste, heb ik vier keer uitgestanst. Ik heb namelijk hier twee keer kaartstokken op elkaar geplakt. Ik heb aan de binnenkant hier heb ik designpapier geplakt. En ik heb aan de buitenkant designpapier geplakt.
Vind jij zo'n harde kaft niet leuk? Doe je minder lagen. Maar ik heb 4 lagen gebruikt voor de kaft, zodat die lekker hard is. Dan hier de buiten van dit ding. Dat is dit hier. De rug, zullen we maar zeggen. Die ziet er zo uit. Daarmee plak je, die plak je dus hier aan de buitenkant. Om je al je delen bij elkaar te plakken. Heb ik hetzelfde gedaan. Heb ik hier aan de binnenkant. En ik heb hem expres even losgelaten om het jullie te laten zien. Heb ik hem nog een keer geplakt. Zodat je ook die rugleuning. De rug van het boekje wat steviger hebt. Want hier gaan touwtjes doorheen. En dan ja, vind ik het toch wel fijn als dat stevig is. En ja, ik heb er dus inderdaad een echte harde kaft van gemaakt. Zodat mijn boekje mooi blijft. Want dat zou ik wel graag willen. Deze die is dus nog los. Heb ik even expres gedaan. Zodat jullie ook konden zien hier hoe ik dat geplakt heb. Deze zit vast hier. Deze die plak ik dus ook nog vast. En dan heb ik dus een boekje wat lekker stevig is. Dan zitten er pagina's bij. En die pagina's, daar staat op de verpakking aan de achterkant dat je die snijdt op, staat hier 27 bij 13,3 centimeter. Nou ben ik zo eigenwijs als ik ben. Heb ik het namelijk groter gesneden, want dat vond ik namelijk ietsje leuker. Ik heb hem namelijk op 29 bij 13,8 gesneden. Want als ik hem op 27 snij bij 13,3, dan krijg ik de pagina's zo groot. Ja, het past perfect in mijn boekje. Als ik het zo, hè, dan moet je het even zo bij elkaar denken. Dat past heel goed. Hou ik ruim ruimte over. Maar ik vond het toch een beetje zonde, omdat ik heb hem groter gemaakt. En waarom heb ik hem groter gemaakt? Want wat is mijn idee met dit boekje als ik straks helemaal klaar ben met alles kleuren? Deze pagina's. Die heb ik gesneden op 29 bij 13,8. Nou, dat is gewoon eigenlijk een A4 bijna helemaal in de lengte. Want dat past er ook nog in. En die leg je dus hier. Je legt de gaatjes gelijk. En je kunt door de gaatjes kun je een elastiekje doen. Daar kun je een touwtje doorheen doen. En ik had bijvoorbeeld naar Anneke nog een berichtje gestuurd. Van, joh Anneke, hoe heb jij dat gedaan? Want ik heb geen elastiekjes in huis. Het kan ook gewoon met een touwtje er doorheen. Dat rijg je er zo doorheen. En je boekje zit vast. Zou je hier natuurlijk weer wat overheen kunnen plakken. Zodat je de touwtjes niet ziet. Maar op die manier heb je dus al heel gauw een leuk boekje. En wat wilde ik nou met mijn boekje? Jullie raden het al. Ik wilde daar zo mijn gekleurde stempels in plakken. Waardoor ik dus een heel leuk vlinderboekje krijg vol met mijn eigen gekleurde stempels. Ik heb deze, die heb ik ontzettend blauw gekleurd. Maar deze is ook prachtig als ik die in die oranje aardetinten kleur. Of in, met gele tint. Ik heb ook een heel mooi voorbeeld van Marianne Rijgersberg voorbij zien komen deze week al. En dan was ik met nog een boekje bezig. Hetzelfde boekje, maar dat heb ik gestanst. En dat ligt hier helemaal nog voor Pampus, wil maar zeggen. Maar dat heb ik gestanst uit het kunstleer van Studio Light. Dat zijn deze vellen. Leather sheets. En die kunnen door je stansapparaat heen. Wel even een paar keer flink heen en weer halen als je dat gaat stansen. Niet genoegen nemen met één keer. En nou, dat werkt op dezelfde manier. Die zet ik zo in elkaar. Ik heb hier aan de binnenkant, heb ik een, aan de achterkant heb ik een velletje dunne kaartstok geplakt. Ik plak dat zo vast. Ik plak er nog een verstevigingetje in. En op die manier maak ik dus een heel gaaf leren album. En dat leer, dat kun je ook nog bewerken. Dat kun je zelfs nog stansen als je dat zou of embossen als je dat zou willen. Kun je het super gek maken. Maar daar ben ik dus ook nog mee bezig. Ik ben vooral veel bezig en ik heb weinig af. Wat ik wel af heb, want we hebben ondertussen nog een kwartier en ik heb gewoon nog niks gemaakt. Ik heb alleen maar spullen laten zien. Maar ik ben ondertussen wel klaar met het laten zien. Er is ook zoveel te laten zien. Ja, is nog steviger, Annette, in dat leer. Dat klopt hartstikke. Dat
En inderdaad, met hemdkoord of hoedenelastiek of wat dan ook, maak je dat boekje zo prachtig. Elastiekje eromheen en alles. Maar ja, moet je het wel in huis hebben, dat helpt. Deze heb ik afgemaakt. En die ga ik zo met jullie maken. Oh, even een beetje omhoog doen, want we zitten weer... Zo. Deze die ga ik zo nog even gauw maken met jullie. Want dit is een superleuk projectje. Lekker snel klaar en toch leuk. Ik denk dat ik in elk geval laat zien hoe de achtergrond afgaat. Maar ik doe er natuurlijk wel iets langer over dan een kwartier. Dat mag wel duidelijk zijn. En ik heb een schilderij gemaakt. En die past natuurlijk niet in beeld. Bijvoorbeeld met paarse tinten. Die hebben jullie misschien ook al wel online gezien. En ik heb die ook gemaakt. En die heb ik nog niet ingelijst. Want deze die zit al in een lijst. Met nou ja, de oranje tinten. Met de Just Loo tinten. Mocht je geïnteresseerd zijn. Ik geef een workshop met deze. Online weliswaar natuurlijk. Met dit project. En mocht je, dit past niet in je boekje, nee, dit is 24 bij 30 centimeter, dus het is echt een project om in te lijsten of trots op te zijn. Mocht je geïnteresseerd zijn om deze workshop bij mij te volgen, stuur me een privéberichtje. Dan kan ik je verdere informatie daarover geven of voeg me toe als vriend. Ik heb ook alles op mijn tijdlijn staan om even door te lezen. Ook echt... Ja, ik vind deze met deze kleuren echt fantastisch gaaf. Ik heb er geloof ik zelfs nog eentje. Ja, met paars. Oh, sorry, tegen de camera aan. Dus ik ben lekker bezig geweest. Ik heb er ondertussen al 3 of 4 af ingelijst. En wel met allerlei verschillende soorten kleuren. Mocht je geïnteresseerd zijn in deze workshop, nou, laat maar weten. Stuur me een privéberichtje. Ik moet het ook nog even terugzetten. Of voeg me toe op Facebook. Dan gaan we nu ontzettend nog wat maken. En dat gaat echt wel later worden dan 9 uur. Maar het maakt mij niet uit. Zo. Ik heb een wit blad. Even kijken dat ik dat zo een beetje naast elkaar. Dan kun je een beetje zien wat ik ga uitvogelen. En op dat witte blad gaan we heel gauw zorgen dat het niet meer wit is. En dat gaan we doen met aquarel verf. Daar gaan we mee beginnen. En ik gebruik daarvoor deze essential set van natuurlijk Studio Light. En dan gaat deze toch maar weg, want anders wordt het vies. En dat vind ik weer jammer. Ja, in deze set zitten een heel zwikje hele mooie kleuren. Ik ga niet heel lang uitgebreid meer praten, maar ik ga vooral even lekker laten zien. En ik had hier een velletje, maar ik heb natuurlijk alles overhoop gegooid. Waar heb ik het nou gelaten? Want die heb ik wel nodig. Zo'n velletje van... Het is ook doorzichtig. Oh, hier. Een stempelvel. Een plasticje. Op dat plasticje ga ik verf aanbrengen. Met een penseel nummer 6 heb ik hier toevallig. En ik gebruik de tangerine en ik gebruik de chocolate en ik gebruik de black. Uit de set. Dan doe ik het even zo. Kunnen jullie beter kijken. Ik begin met de tangerine. En ik begin met mijn waterspray. Om die kleuren even een beetje alvast nat te maken. Dan geven ze wat makkelijke kleur af. En ik breng zomaar op dat transparante velletje. Breng ik wat kleur aan. Ik doe dat met alle drie de kleuren. Een beetje chocolate. Lekker hoor, chocolate. Ik hou ervan. Zo. Een beetje black. Hops. Niet te veel met dat zwart. Een beetje rustig aan ermee. Anders dan wordt het erg somber. En er mag wel wat meer oranje nog in. Hier nog en hier nog en hier nog. Eigenlijk heb ik hier een plan. Nee. Ik doe gewoon maar wat. Oeps. Nou, dat is een beetje stom, maar het worden toch vlekken, dus dat geeft niet. Ik pak even, zorg dat ik even een stuk keukenrol bij de hand heb. Zo. Nou, spuit ik dit velletje een heel klein beetje van afstand. Ja, die waterpenselen zitten erbij, Juliette, bij dat setje. Ik weet niet of het setje nog te koop is en waar en
Dat zou je even moeten uitzoeken, want die is natuurlijk niet net nieuw. Die heb ik al een tijdje. Mag ook wel te zien zijn aan de staat van... ik spetter graag, zien jullie dat? Nou, een heel klein beetje mistig, een beetje misten. Niet, geen druppels, geen flatsen. Een klein beetje vochtig maken. En dat leg ik op mijn blad. Ik wrijf dat een beetje aan. Zo. En wat ik nu ga doen, is ik ga draaien. Dan moet die verfdoos even aan de kant. Ik draai met de klok mee. Of je draait met de klok tegen de klok in, maar... Kijk hoe gaaf. Woehoe, ik word hier blij van. Dat door het water blijft mijn velletje redelijk aan mijn papier plakken. En kan ik hem dus zo, door hem te draaien, een heel gaaf effect geven. Ik hoop dat jullie het een beetje op de camera, maar ik denk het wel, hè. Dat dat wel te zien was. Ik zit in te zoomen. Dat is niet zo. Ik hou mijn vel eraf. En dan kan ik nog met de restantjes die hierop zitten. Hier in de hoekjes nog wat. Hier nog wat. Hier nog wat. Een beetje spetters kliederen. Nou, hoe gaaf is dit al als achtergrond? En het is grappig. Het ziet er iedere keer weer anders uit als je dit doet. Maar het is wel heel cool. Als je door het draaien een beetje met beheersing doet. Dat je dus zo'n grappige achtergrondswirl erin krijgt. Nou, dan pak ik een stencil. En ik ga eens even kijken welke dat wordt. De eerste die ik in mijn handen krijg. Oh, nou, dat is toevallig. Dat is deze. En ik pak een babydoekje. En ik blaas hem heel even een klein beetje droog. Want ik vind deze eigenlijk wel heel leuk geworden met die cirkel. Ik gebruik meestal met waterverf liever geen heat tool. Ik laat het eigenlijk liever aan de lucht drogen. Maar ja, lievere koekjes bakken we niet, want dan zitten we hier morgen nog. Dus ik blaas hem nu even met de heat tool droog, zodat we gauw ook weer verder kunnen met de lijf. Want ik heb nog meer te laten zien. Dan heb ik een stencil. Ik heb diezelfde aquareldoos weer. En... die ga ik samen gebruiken, want ik ga met een babydoekje, daar stop ik mijn vinger in. En ik pak een heel klein beetje, echt niet zoveel, want dit is echt alweer veel. Van die, ik heb tangerine gepakt, want ik vind dat er nog wel wat oranje bij mag. Heb je nou heel veel oranje, weinig bruin en zwart, pak je een beetje bruin en zwart erbij. En daarmee ga ik voorzichtig, draaiend, met het babydoekje over mijn stencil nog wat aanbrengen. En ik heb precies het hoekje gepakt waar ik ook de distress oxide nog had zitten van daarnet. Maar dat geeft niet. We doen het er gewoon mee. Heb je een beetje veel aangebracht. Kun je ook met een andere kant van het babydoekje wat lichter maken. En zo kun je met het stencil. Dus heel makkelijk. Nog wat verf aanbrengen. En zo krijg je dus echt... zeker ook, ik vind dit een fantastisch stencil. Nog wat leuke effecten erin. Daar, hier nog een paar. Hopsakee. Ja, dus nou, dan hebben we het stencil hebben we ook gebruikt. Die laat ik even hier voorzichtig weer naar beneden vallen. Je kunt dit nog helemaal vol spetteren. Je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Maar omwille van de tijd ga ik toch een beetje verder. Ik blaas... om voor de zekerheid nog heel even een beetje droog. Want voor de volgende stap moet mijn werk wel echt droog zijn. Want wat heb ik gedaan? Er zitten namelijk in deze lijn geen achtergrondstempels. Ja, wat moeten we zonder babydoekjes? We maken onze stempels ermee schoon, maar we kunnen er dus ook gewoon mee schilderen. In plaats van een kwast. Gewoon een beetje babydoekje aquarelverf en dan gaat het helemaal goed komen. Bij deze lijn zitten dus geen achtergrondstempels. Dus dan moeten we er zelf maar wat op maken op zo'n achtergrond. En ik heb daarvoor twee pennetjes gebruikt. Eén brushpennetje en één 0,8 multiliner watervast
pennetje. In dit geval heb ik een koppip, maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende merken van. En met dat watervaste pennetje, even kijken of die echt droog is, anders gaat mijn pen naar de maan, ga ik cirkels zetten. Geen mooie uitgelijnde cirkels, maar gewoon slordige cirkels. En die cirkels die laat ik in elkaar overlopen en die laat ik buiten beeld lopen. Dan ga ik hier groter maken. Zo. Slordige cirkels. En hier een kleine. Hier een eentje die voor de helft buiten beeld loopt. Hier nog een. Nou, die zie je niet. Maak weer nog een kleintje. Nou, en dan pak ik mijn brushpennetje. Want met mijn brushpennetje maak ik de cirkels nog ietsje dikker. En nee, dit kan iedereen geen liniaal gebruiken. Veel te saai. Veel te recht, veel te steriel, veel te strak. In dit geval moet het gewoon lekker slordig worden. Zo. Geen achtergrondstempels nodig. Dan maken we het toch zelf. Al wat de lijn ons niet biedt, nou, dat maken we lekker zelf. Zo. Nu heb ik een aquarelpotloodje, een grijze Inktense toevallig in dit geval. Neutral Gray, voor degenen die dat graag willen weten. En dan maak ik langs de, aan de rechtsonder, maak ik wat schaduw. En dat doen we lekker snel. Een keer niet heel netjes. Hier ook. En hier ook. Pak mijn waterbrush. Die ik net gevuld heb. En met die waterbrush vervaag ik dat potlood. En dit, zo. Waardoor je er dus zometeen echt een mooie schaduw in krijgt. Ik doe het nu echt even snel. En dat zou ik normaal gesproken een stuk slordiger doen. Maar, of netter doen. Lekker bezig. Maar ik wil graag, ik wil het graag allemaal nog even laten zien aan jullie. En anders dan wordt het allemaal weer zo langdradig. Ik heb net al voor mijn gevoel heel lang lopen praten tegen jullie. Oeps, ik kneep een beetje te hard erin. En dat was denk ik niet alleen maar voor mijn gevoel. Ja, er was zoveel om te laten zien. Zo. Dan heb ik hier een druppel gemorst. Ja, lekker even weg. Beetje droog maken. Waarom zouden we een velletje keukenrol nemen als we gewoon de hele rol kunnen nemen? Dat gebruik ik toch alleen maar hiervoor. Nou, nu heb ik mijn schaduw eronder zitten. En dan pak ik mijn witte pen. En want daar waar schaduw zit, zitten ook highlights. Bij jou is slordig nog netjes. Nou... Jongens, dat is wel een beetje overdreven, hè? Maar dit hele ja, super vlekkerige gebeuren, zullen we maar zeggen, dat moet ook niet heel netjes zijn. Het moet wel gewoon een beetje... Zo, een beetje droog maken en dan met mijn, ja, mijn acrylmarker, die ik gebruik ik daar graag voor. Zo, maak ik hier dan een highlightje in. En dat doe ik bij alle cirkels. Dus waar heb ik de schaduw rechts onderin, maak ik links bovenin, maak ik dat highlight erin. Ja, dit wordt natuurlijk een wat grotere highlight. En je zult zien dat die witte acrylmarker best wel een beetje de kleur van de verf aanneemt. Maar laat het dan heel even drogen. Als je dat echt wit-wit wil hebben, laat het dan even drogen en breng een tweede laag aan als het droog is.
Zo. En voilà. Daar was die. Je ziet hier dus bijvoorbeeld dat ik ben iets te ongeduldig. Dat de kleur van de Inktense die zit nu in mijn marker. Maar omdat het toch nog niet helemaal droog was. Maar ik wil een beetje tempo in het werk gooien. Dus ja, dan krijg je dat. Nou jongens, hij is eigenlijk zo wel leuk, hè. En je snapt, als ik deze vlinder hier nu, want die heb ik ook nog gestempeld om te kleuren. En dat gaan we gewoon nog even lekker doen. Want ik denk dat sommigen van jullie het misschien ook wel leuk vinden om te zien hoe ik die vlinder kleur. Ja, hier is mijn penseel. Aquareldoos. Water. Keukenrol. Zo. Nou, daar gaan we. Ik breng wat kleur aan. En ik heb de vlinder heb ik niet heel pieterpeuterig gekleurd. Zo. En met een waterpenseel, alleen met water, veeg ik die rand uit. En vervolgens kun je dus met meer pigment hier nog inwerken. Ja, Dini, dit is inderdaad een turbo-uitvoering, maar ik moest zoveel praten, maar ik wil ook altijd wat maken. Want ik ga niet alleen maar live bla 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 praten en dingetjes laten zien. Dat vind ik natuurlijk niet, niet de bedoeling, dus dan maar even snel snel. Maar ik moet zeggen dat ik hem wel snel snel erg gaaf vind. Deze is beter gelukt met dat draaien dan die andere, maar dat kwam ook eigenlijk omdat ik bij het maken van de eerste het draaien per ongeluk uitvond, want ik dacht, ach, waarom draai ik hem niet een beetje? En toen kreeg ik ineens die lijntjes erin en toen dacht ik, oeh, dat had ik eerder moeten doen. Zo. Kijk wat een mooie, prachtige oranje kleur dit is. En ik hou niet zo van oranje, omdat ik het vaak zo schreeuwerig vind en zo heftig. Maar deze oranje is ja, echt wel mooi. En die kleurt hier natuurlijk dan ook straks heel mooi bij, omdat al die kleuren in elkaar terug, in dat project ook terugkomen. Omdat je het gewoon met dezelfde verf hebt gedaan. Nou, hier aan de rand een beetje bruin. Ook die laat ik weer een beetje overvloeien. En hier in het midden ja, komen die kleuren een beetje leuk in elkaar. Maar daar schenk ik niet te veel aandacht aan. Ik laat het hier wat lichter. Vind ik juist mooi. Niet helemaal dicht kleuren. Dat is zo saai. Ik breng weer wat aquarelverf aan. Voor de geïnteresseerden, ik heb dit gisteren gestempeld met VersaFine. Ik merk altijd bij VersaFine met aquarelverf dat die een beetje in het begin, in de eerste streken die je doet, een beetje die verf wegduwt. Van de lijntjes. Dat je er altijd nog een tweede keer wat extra's moet aanbrengen. Dat hij een beetje resistent is door waarschijnlijk omdat er wat olie in die verf zit. En zo kun je in meerdere lagen, kun je dus meer diepte in je schilderwerk aanbrengen. Zo. Ja, dan de onderste vleugels. Begin ik weer met oranje. Dan zit ik hier langs die langs de lijnen zet ik even oranje aan. En dat poets ik dan uit. Dan heb ik een hele grote penseel daarvoor. Maar ik ga het even proberen. Eigenlijk een kleinere pakken. En die poets ik uit. Ik vervaag als het ware die bovenranden. Waardoor die vanzelf gaat vloeien. En nou is het hier aardig droog. Maar hij gaat nog steeds. Zie je, dan krijg je dat dieptegevoel, dat krijg je er al in. Ik zal hem iets laten zakken. Dan kunnen jullie het ietsje beter zien. Komt-ie. Pak ik even mijn kleinere penseel, want die had ik ook klaar liggen. Dat gaat net eventjes iets makkelijker bij die dunne randjes. Zo. Andere kant natuurlijk hetzelfde doen. En ik pak weer een schoon penseel, alleen nat, met water.
En ik vaag die randjes uit. Zie je, met zo'n klein penseeltje gaat het dan weer veel makkelijker dan met zo'n hele grote die ik net had. Maar die grote, die gaat weer makkelijker voor de bovenrand. Nou, hier ga ik weer met de chocolate in deze onderste delen. Oh, die had ik eigenlijk nog oranje moeten maken. Maar ach, het hindert niet. Zo. Voor wat extra diepte gebruik ik hier ook nog even wat van die chocolate. Dat je wat extra schaduw krijgt langs het lijfje en langs de lijntjes die er al staan. En dat poets ik dan weer voorzichtig een beetje uit. Zo. Andere vleugel precies hetzelfde. Weer met de chocolate. Oh, dat is een heleboel chocolate. Ja, chocolate hebben we nooit genoeg, toch? Echte chocola was. Lekker, lekker. Zo. En dat vegen we dan weer voorzichtig uit. Ik pak dus geen nieuwe verf. Ik verdun eigenlijk de verf die gewoon op mijn blad zit. Daar vaag ik de randen van uit. En de rest laat ik zitten. Zo. Die heb ik in het oog gekliederd. Zo. Poetsen we gewoon weg en dan zie je eigenlijk ook dat die verf best wel vergevingsgezind is. Als je een beetje knoeit of een beetje een rare streep zet, je pakt water en je veegt het weg. Of je veegt het uit. Zo. En zo kun je dus ook een beetje met relief kleuren. Nou, als laatste even krabben, want als je jeuk hebt moet je krabben. Dat doen we met zwart. Nou, die is ondertussen wel aardig ingedroogd weer, want dat gaat ook snel. Zo. Breng ik hier zwart aan. Heb ik bij die andere geloof ik niet gedaan, maar doe ik bij deze lekker wel. En zwart, het lijkt dat het als je het in het begin aanbrengt heel heftig, maar die heeft best wel, als je het echt zwart wil maken, wat meerdere lagen nodig. Wordt ook gauw weer grijs. Dan laat ik dus ook hier expres wat extra's erin lopen. Ben ik eigenlijk nog in beeld aan het werken? Ja. Zo. Beetje uitpoetsen. En het lijfje. Ja, dat is heel saai, maar die maken we zwart. Zo. En in dat zwart, in het midden, maak ik nu de highlight. Want nu heb ik dat lijfje wel. Maar dat is wel heel zwart nu, hè. Ondanks dat hij is nog niet droog. Maar ga ik met een nat penseel. Ga ik uit het midden verf weghalen. Dat duurt even voordat het effect er zichtbaar van is. Dat komt omdat ik dat nu ook nog eens een keer in de natte verf zit te doen. Maar daar komt hij. Als je verf laat drogen gaat dit echt beter. Maar ik heb geen tijd meer. Geen tijd, geen tijd. Want dan kijken jullie zo lang naar mij. En dan wordt het saai. Zo. En wat streepjes aan. Wat ook nog heel leuk is. Dat heb ik ook bij mijn voorbeeldvlinder gedaan. Pakken we nog een beetje van de tangerine verf. En zetten we hier
voorzichtig in sneltreinvaart. Nog wat streepjes. Niet nat genoeg meer. Zo. Doe ik dan ook aan de andere kant, maar omdat dit eigenlijk de beweging is die mijn hand het makkelijkst maakt, draai ik mijn werk even om. Probeer ik altijd eerst even van, nou ja, zo gaat dat dan het makkelijkst. Dan kun je op een redelijk eenvoudige manier die vleugels nog meer diepte geven. Zie, hartstikke gaaf effect geeft dat. Kan je er nog meer diepte aan geven. Door hem toch nog heel even met de chocolate hetzelfde te doen. En moet je wel je penseel nat genoeg hebben. Nou, hoe gaaf is dit? Zo heb je eigenlijk al heel snel een hele leuke vlinder. Dan hier nog. Een beetje zwart in die onderkant. En dat lijkt nu heel zwart. Maar dat gaat echt meevallen als het opdroogt. Dan denk je, oh... Was dat nou zo zwart? Dat valt best mee. Het is grappig, hè, dat het inkleuren van dat vlindertje eigenlijk nog langer duurt dan het maken van je hele achtergrond. Waarvan ik trouwens hoop dat die droog was, want ik zit er gewoon bovenop te werken. Zo, nou, dan poets ik dat hier allemaal weer een beetje uit. Zodat die randen niet zo, zo heftig zijn. Beetje schaduw in die vlekken gelijk maken. Ook leuk. En nou had ik in mijn voorbeeldvlinder, had ik die stippen had ik, een beetje blauw gemaakt. Spijt, had ik spijt. Ik doe het ook niet meer. Ik dacht dat is leuk, maar ik vond het echt jammer. Dus ik laat ze lekker wit. Ik zal straks laten zien waarom ik spijt had. En misschien zeggen jullie nee, ik vind het juist mooi. Dan moet je het vooral doen, maar ik vond het juist jammer. Maar ik dacht, doe gek, doe er een beetje kleur in. Het steekt lekker af. Ja, dat was precies het probleem. Nou, jullie snappen ook wel dat ik dit normaal gesproken niet in dit tempo zo inkleur. Dat ik dat iets netter allemaal wil doen. Als je een keertje hier de, oeps, buiten de lijntjes gaat, dan geeft dat niet. Knip toch uit. Zo. Hier nog een beetje donker. Beetje schaduw erin. Poetsen de poets. Gewoon een beetje een nat penseeltje. Zo. Nou kijk. En daarom vond ik het bij deze zo jammer. Ik weet niet of het camera of de camera te goed pakt. Ik vond dat blauw jammer. Vind jij dat blauw niet jammer? Dan moet je het vooral blauw maken.
Ik ga het nu niet doen. Nou, een schaar. Die had ik ook nog ergens. Rampagam. Natuurlijk valt weer van alles op de grond. Laat vooral je vlinder even goed drogen voordat je hem gaat uitknippen. Maar ik heb geen tijd, geen tijd. Dus we knippen hem lekker uit. Ik ben zo goed in knippen, jongens. Ik haat knippen eigenlijk gewoon. Ik vind het echt gewoon helemaal niks. Maar ja. Vooral als je veel moet knippen. Zo'n grote stempel uitknippen, dat is nog wel aan mij besteed. Maar van die kleine mieren dingetjes uitknippen, dat is voor mij helemaal niks. Geen geduld voor. Laat mij maar uren op een tekening zitten prutsen. Liever dan 5 minuten knippen. Maar goed, soms ontkom je er niet aan. Anders kost het me liters masking fluid bijvoorbeeld. Ook handig, masking fluid. Maar niet meer zo grappig als je dat per liter moet gaan kopen. Omdat je niet wil knippen. Bijna. Hoppakee. Dat was. Dan zitten mijn vingers weer vast in mijn schaar. Nee. De vlinder. Wat ik altijd doe. Is. Oh, Dini vindt knippen heerlijk. Oh, nou ja, jammer dat je zo ver weg woont, Dini. Anders mocht je al mijn plaatjes knippen. Laat mij maar lekker kleuren, schilderen, tekenen. Allemaal prima. Knippen. Van het monnikenwerk. Ik had pijn in mijn vingers van. Dan zitten mijn vingers weer vast in mijn schaar. Of er staat heel die schaarafdruk in mijn vingers. En niks voor mij. Maar goed, het is toch wel goed dat ik het ooit geleerd heb op school. Hè? Het is toch wel handig. Valt me zo en zo op hoor. Tegenwoordig veel kinderen ook al niet meer kunnen knippen. Als ze naar school gaan. Moeten ze allemaal nog leren. Zo, hopsakee. Randje zwart gemaakt. Want dat vind ik dan weer net mooier. En dan kan deze vlinder hier opgeplakt worden. En mijn lijm is hier. Ik zit avonden te knippen voor de tv en doe vervolgens niks met de plaatjes. Nou, daar zou ik dus echt de pest over in hebben. Dat ik dus avonden heb zitten knippen voor de tv en niks doe met de plaatjes. Dat gaat er bij mij niet in. Ik knip niks uit tot ik het gebruik. Ik kleur van alles, dat vind ik niet erg. Maar als ik plaatjes heb zitten knippen die ik niet ga gebruiken, dan word ik chagrijnig van. Die plakken we hier. Zal ik deze? Nee, die plak ik ook zo. En zo, glibber, glibber. Prachtige lijmpot. Waar het etiket van afgegaan is, omdat ik iets had laten lekken in mijn tas waar die in zat. Dus nee, ik heb dat niet eraf gehaald om geen reclame te maken, maar gewoon omdat er wat een flesje met olieachtig spul wat er gelekt en dat was helemaal eraf geglibberd. Nou, dan kan ik met datzelfde, maar nou is mijn lijm hier er tussendoor gelopen, maar datzelfde Inktense potlood wat ik heb gebruikt voor de schaduw. Kan ik hier dus nog wat schaduw aanbrengen. Moet alleen even uitkijken dat ik niet met mijn potlood in de lijm zit te knoeien. En ik kleur daar dan gewoon in supersnel tempo. Hops, hops, hops. Met dat potlood een beetje. Pak mijn waterbrush weer. Oeh, er komt heel veel water uit mijn waterbrush. Dat is een beetje het nadeel als je je waterbrush vult. Je kunt je waterbrush ook gebruiken zonder te vullen. En dan gewoon in een pot met water te dopen. Dan heb je iets meer controle. Een beetje een vieze bende hieronder nu met lijm en water en alles tegelijk. Maar jullie snappen het idee van wat schaduw geven wel.
En toen kwam dat stansblokje nog goed van pas. Want daar zitten alle leuke tekstjes in die hierbij bereikbaar zijn. Laat ik nou niet weer dezelfde. Creativity is experimenting and growing. Laten we die pakken. 1, 2. Ups. Kijk. Ja, daar ga ik geen randje langs maken. Die gaat er hier gelijk in één keer op. Zo. Wel die strepen zichtbaar houden. Anders vind ik het jammer. Nou, en dit is deze tekst. Hij past eigenlijk perfect bij deze pagina. Want dat is precies hoe het gisteravond, ik meen om 11:30, nog is ontstaan. Dat ik dacht, oh, maar hier word ik eigenlijk heel vrolijk van. Met die vlekken en die strepen. En super cool. Als laatste wil ik dan nog iets laten zien. Als zolang de tape nog op je werk zit, kun je namelijk heel goed met je Inktense potlood, waar nu lijm aan zit, omdat ik weer te eigenwijs ben en niet wil wachten, kun je daar een rand langs zetten. Zo. Het is aan deze kant iets moeilijker nu. Ik zit er een beetje verkeerd voor, zullen we maar zeggen. Ik voel me nu wel net een kleuter. Ja, dat hoeft helemaal niet netjes gekleurd te worden, hè, met dat Inktense potlood. Want doordat je er met water nog langs gaat, en zo. Een schaduwrandje. Nou, even. Ik zit hier heel stom te doen nu. Maar ik kan er anders niet bij. Omdat ik dan in de camera zit. Dus dit wordt niet het mooiste randje wat ik ooit gemaakt heb. Maar ach, het geeft ook allemaal niet. En dit wordt helemaal interessant. Want je veegt hem altijd naar de rand toe. Dus nu moet ik met links. Oh god, dit wordt wat jongens, met links. Nou, het komt goed. Ik zeg niet wanneer. Nou, jullie zien al, ik ben dus overduidelijk rechts. Het is toch goed om te weten dat je met een beetje concentratie en een beetje grove motoriek ook met je linkerhand een schaduwrandje kan zetten. Want ik kan mijn blad niet meer draaien, want ik heb hem helemaal volgebouwd. Zo, misschien moet ik daar eens heel wat aan doen. Die hebben we niet meer nodig. Als ik nu de tape eraf haal, gaat het scheuren, want het is nat. En ik wil toch laten zien hoe het er nu uitziet als je die tape eraf haalt. Dus ik blaas even de randen droog. Dan gaat de tape eraf. En dan hoop ik... Oh, de sprieten van de vlinder, die teken ik inderdaad gewoon eventjes. Of, wat ik ook had kunnen doen... Maar dat kan ik nou niet meer laten zien, want ik heb het al vastgeplakt. Is de stempel al op papier zetten. En dan mijn afbeelding er nog een keer overheen plakken. En dan heb je dus wel de sprieten, want die heb ik er inderdaad afgeknipt. Dat heb ik helemaal niet meer gezegd. Maar in dit geval, ik teken ze nu gewoon even. Hups. Hups. Niet te groot. Zo. Maar je kunt ze ook... krabbel. Ik heb niet... Ik heb mijn jeuk. Heel vervelend. Goed. Tape eraf. Rampampam. Voorzichtig, want hij is echt nog niet helemaal droog. En dan heb je dus nu een super mooie strakke schaduwlijn hier langs je werk zitten. Als je dus een kaart gemaakt had, ben je nu gewoon klaar, hè? Kijk hoe strak dat lijntje is. Zo, dat is één plakband weg. Maar wacht daarmee. Ik ben nu een risicootje aan het nemen. Wacht daarmee tot je werk droog is. Want op het moment dat je papier nog een beetje nat is, rat je hele papier naar de maan.
Maar goed, ik wil het wel graag laten zien, hè. Dus. Het is sowieso beter om je werk goed te laten drogen voordat je het papier loshaalt. Want dit ding gaat nu strakjes helemaal krom trekken met opdrogen. Altijd je werk vastgeplakt en opgespannen laten drogen. Dan wordt hij de helft minder krom als wanneer je dat niet zou doen. Maar kijk hoe mooi die is geworden. Hoe mooi die lijntjes zijn, hoe strak. En hoe mis ik nu gooi bij mijn prullenbak. Echt heel gaaf. En zo heb je eigenlijk heel snel met die Just Lou prachtig werkje gemaakt. De Just Lou lijn en alle producten die ik vanavond heb laten zien, die liggen eind deze week in de winkels of misschien in het weekend. Het ligt er een beetje aan. Kun je even navragen bij je lokale of bij je winkel waar je graag winkelt of lokaal, ja, lokaal shoppen, misschien met click en collect, maar vraag het na, bekijk het even. Maar ik dacht dat het ongeveer vrijdag was dat het in de weekend of in de winkels zou liggen, zaterdag, zondag. En zo heb je dus een prachtig project. Hier nog eentje ter inspiratie van de workshop die ik geef. En, maar deze, je ziet het kan in een half uurtje geregeld zijn, zeker. Zonder praten ging het nog sneller. Nou, gezellig dat jullie allemaal gekeken hebben. Ik hoop jullie een ander keertje misschien wel weer hier te zien bij Studio Light. En natuurlijk zou het wel heel gaaf zijn als jullie deze techniek willen proberen deze week of volgende week. En dat ik dan vanaf volgende week allemaal van deze mooie vlinderbladzijden zie op de Studio Light groep. Dat zou ik wel heel gaaf vinden. Allemaal een hele fijne avond. En tot een ander keertje weer. Doeg!